van KTG Oftewel Cookset Gaming. Welkom bij Minecraft Survival. Ja, en sorry voor de lijk, want als ik zonder lijk moet opnemen, is het zeg maar ook echt heel het kanaal in om de 2 weken. Fucking goed, dus net gezien. Maar dit is Minecraft Survival. Ja, ik hoest heel erg, want ik ben echt super ziek. En ja, ik heb hier zien dat mijn inventory vol zit met melons. En dat komt omdat ik in de jungle spande. Wat ik sowieso niet prettig vind. Ja, we spelen gewoon in die default text pack tijdelijk. Maar, snel. Ik heb melons omdat ik in de jungle spande. En ja, dat heb ik ook in het begin al hard nodig. En in het begin gaan we ook timeset D doen. Want ik heb gezien in die mods. Tenminste, staat voor mij nog op peaceful ook. Nou, ik ken niet tegen. Ja, en deze aflevering wil ik gelijk even hebben over hoe het kanaal verder gaat lopen. Kingwinch stopt omdat de server is gehackt en dat helemaal land weg is af en heb ik echt gezien. Dus ga ik op de server verder van mee als Clan Wars en ik moet kijken hoe de service verder gaat lopen. Kijken zo snel mogelijk aan wanneer de server eigenlijk open kan gaan. Want hoe snel die open is, hoe beter het eigenlijk is ook. Ik doe het met mijn crème opnemen, jemig. We dumpen dit gewoon maar hier niet verkeerd. Ja, ik krijg hem echt geen nog wat zo druk op gelijk uit. Ja, ik krijg het zo, het is wel heel gezet. Ja, fijn, we missen een tegen. Nee, geluid uit. Weet ik. Maar ik krijg nog iets van ander bericht. Nee. Ja, geluid is uit, dus daar hebben we ook even geen rules meer van. Beter ook. Ja, wat heb ik toch pijn op mijn hoofd. Oh, normaal. En waar is mijn hout? Waar is mijn hout? Ik had hout. Oh, hier. Ik word fucking blind. Oh, ga je naar beneden. Sowieso wil ik even een zwart gaan maken. Nee, hout het luister ook nooit. Oké, ik zal zo even een ho maken. X ook goed. Heel goed. Ik wil even sticks maken, want ik moet ook een ho hebben. Een pickaxe en al die andere shizzle. Zo, dat is een ho. En dan heb je hier een pickaxe, time to farm. Mooi zo. En dit hebben we allemaal weer mooi. Dan gaan we zeg maar even een chest maken. We wachten hier best wel een blokje. Mooi zo. Hier doen we gelijk even het best het belangrijkste shit in. Ik zeg maar die even niet nodig heb. Dus dit gaat erin. Dit. Melons gaan we nog niet. Deze kan sowieso weg. Ik heb zo het idee al in mijn hoofd. Dat dit hier zo omlaag gaan brengen. Nog heb ik wel eens een shovel nodig. Dat we de dirties weglaan, dat we dan zeg maar zo'n farmpje laten lopen. Dat het meeste wat terecht staat. En ja, dat gaat er gewoon fantastisch uit, zo heb ik het allemaal verwacht. Stick nodig. Ja, natuurlijk. Stick nodig. Oh, sorry hoor. Meteen als ik hoeveel stick had ik ook weer nodig? First time, set, day. Ah, nee, die. Wat staat hier? Is dat Easeful Dart? Dat ken ik nog wel zo. Want ik zet hem echt tijdelijk in het begin van Easeful Dart. Ik kan zeggen wat jullie doen, anders is het echt zo moeilijk om voor mij te survival al in. Normal. Want kijk, dat belast zich alles op en heb ik geen zin in. Het is niet om het te serie te raken of te gaan leuk, maar het is gewoon dat het kan en omdat ik er geen zin in heb nog. Pas als we heel veel dingen hebben, dan gaan we. Weet het. Als we een huis hebben, farm of ding dan pas. Ja, en dan ga ik de regen uit. Fijn. Het was vandaag gewoon de regen in buiten. Dat is best cool. Shuffle. Zo. Ach, regen hebben we nu eigenlijk van. Hebben we gelijk op zich wat toortjes nodig? I don't think so. Even een mooi trapje maken. Zo, hier gaan we even een trap maken. Naar beneden. Met birch.
Brusselplank. En dan hebben we eruit 4 en dat is nog maar ook voldoende, want het is maar 4x4. Tenminste, tip 2 en dan is het zeg maar 4 ook. Ik leg het even vaag uit. Maar, wat de heck gebeurt er nou? Waarom gaat hij nou niet goed? Waarom gaat hij nou niet goed? Waarom zijn ze tegen mij? Houdt ze tegen mij? Goed zo. Ik kies nog zeg maar even. Dus, iets maken. Dat dit zo verbonden zit. En houden we hier zo even de rest van de deur weg. Dus dit weg, dit weg, dit weg. Hier is ook nog shit weghalen. Nee, niet daar is die hoek, want ik best op die hoek kiezen. Deze moet hier weg. Ze moeten het ook nog even van binnen vol maken, denk ik. Zeg maar ook echt letterlijk goed loopt. Dit is zeg maar eens op de rand. Ah, dan gaan we fucking lang duren voordat we het achter hebben hier zo. Dit stuk. Dicht die handel. Nee, nee. Weg, dood. En als jullie me niet actief horen, is dat ik echt super ziek ben. En ja, ik had ook tijdelijk ook mijn video verwijderd. Omdat ja, de serie niet goed loopte. Net zoals Fight Service dacht ik. Ik kijk zelf niks aan doen mensen. En ja, je hebt een tijd lang niet van me gehoord. Omdat ik echt super ziek ben. En ja, ik heb me nu eigen zover gekregen in de avond om goed op te kunnen nemen met hoofdpijn en van alles. Maar sheets heb ik niet nodig. Dat doe ik. Nee. Ik doe het al helemaal fout. Ik heb het nu in één keer anders in mijn gedachten zitten. We gaan dit zomaar zo even volmaken. Niet even weg. Thank you. Eerst die lijn volmaken. Daar gaat het zo heel verkeerd. Zo, dan gaan we dit hier boven weghalen. Wat ik dan van plan ben, is zeg maar gewoon rijtjes van deur te maken en daar melons en dan seeds op te plaatsen. Dat ik genoeg seeds heb in melons. Want volgens mij alleen dit hier zullen we weghalen. De leven. Dus ik krijg dan nog wel wat seeds te pakken. Ik heb gehoord van de meeste mensen die ik ken, heb ik zeg maar gehoord als je dirt hebt, en er staat zeg maar van een beat op. Dat je dirt kapot moet halen en dat je toch echt heel vaak seeds kan krijgen, anders niet. Dat heb ik gehoord. En waarschijnlijk is dat zo, want ik zie het resultaat. Dit is dan zeg maar, fuck, dat ik gedacht had. Ik wil die rand hier zo weg hebben, want anders klopt de vermaak niet. Dat klopt de andere kant zo. Nu klopt die. Wauw. Meesterwerk. En dan gaan we in het water. Dat is één rij. Ik weet niet of ik ook toortjes nodig heb. Dat ben ik echt benieuwd naar. Heb ik toortjes nodig of niet al gelijk? Zet even in de comments. Want dan weet ik het ook voor de volgende keer. Dat ik gewoon echt als ik tijdens de opname van toortjes ga halen. Weet toch wel. Ga ik het even goed zetten en ga ik even de val mooi maken. Als jullie dat weten, zeg ik echt even, want dan wil ik echt zo erg weten. Wow, volgens mij heb ik ietsje goed gedaan, want klopt hier iets niet. Dus mogelijk dat hij hier tegenaan ook goed. Groeit hij dan ook nog. Mij groeit hij dan. En ik heb precies nog een blokje tekort. Dus ja, daar ligt het precies in. Dus wel moeten doen. Zo. Nou, we gaan even planten. Nee. Precies net niet genoeg. Die is hier tijd. Nee.
Komt hij boven als een sheet uit? Ik hoop het. Ja, ben ik lucky. We hebben de volgende dingen precies te zoeken, zeg maar. Houdt die regen nog nooit op in Minecraft? Hoe lang duurt regen in Minecraft eigenlijk? Oké. Okay, de rest was denk ik, zeg maar, seed melon. Dus hier komt zo'n melon. Oh ja, dat ben ik vergeten. Dat is waar ook. Je hoeft nog een rijtje tussen te zitten. Anders kan je ze niet planten, natuurlijk. Wat? The fuck? Oh, ik weet het al, denk ik. I knew it. Ik kende die planten. Denk ik. Want. Ken ik het planten, ja of nee? Dan moet ik echt per se melon seeds hebben, want dan moet ik even melon opmaken. Ja, yep, ik moet melon seeds hebben. En ik moet nog heel veel dirt hebben, zo te zien. Ah, melons pakken. Uitvoeren ze allemaal zo, hè? Melon seeds, ja. 1, 2, 3 melon seeds. Mooi zo. Fuck. Ja. Oh, fuck it. Zit hier zo nog best. Hoe ga ik het oplossen? Wat zeg maar. Dat is niet. Nee, die kan ik volgens mij niet meer maken. Lekker. Lekker dan. En we kiezen ook nog melons aan zetten. Dat is wel echt letterlijk het einde van de video, want ik voel me echt niet goed. En het zou de laatste dagen met deze video's nog wel gaan. Dat vind ik niet goed voor omdat het dan stopt. Mensen, dit was het dan. Ik probeer dat thuis nog te fixen met water. Opnieuw, reageer en like nog even. En ik zorg dan dat er snel mogelijk weer een nieuwe Minecraft is. Zodat dit is opgelost. En laat in de comments achter of ik torches nodig heb of niet. Die ga ik gelijk naar zoeken. En ja, mensen, later.